geen moment in de wedstrijd gezeten. Dus en dan ook nog via een standaard situatie achterkomen. Daarna compleet achter de feiten aangelopen. Valt Matthijs nog uit met hersenschudding. Maar ja, goed. Ik denk dat dat de eerste helft wel zo'n beetje opzomt. En de tweede helft ook niet meer echt. Wel nog aangezet, maar niet echt tot goede kansen gekomen. Alleen een bal op de paal. En, echt een echt slechte dag. Ja, totale off day. Nou, zo zou je het wel kunnen zeggen, ja. Ja. Even terug naar de eerste helft, moment van Matthijs de Ligt. Vlak daarvoor was Vitesse op 1-0 gekomen. Ja. Je liet meteen Casper Dolberg warm lopen. Wat was het plan op dat moment? Ook met 3 man achterop te gaan spelen. En dan Casper diep en Klaas erachter. Een soort van 3-4-3. Waarbij Frenkie nog wel in de achterste lijn zou kunnen komen om de bal te halen en dan de aanvallen op te zetten. Maar goed, ook dat werkte niet echt goed, vond ik. Dus dat hielp ons niet in de wedstrijd. Dus dan wordt het zo'n wedstrijd als vandaag waar je continu overal achteraan loopt. En dan was het oorspronkelijke plan om Mitchell Dijkstra uit te halen en Nick Viergever een beetje naar links door te schuiven, of niet? Ja, had Mitchell eruit gegaan, had Nick naar links gegaan en dan Frenkie centraal eigenlijk erbij. En dan steeds inschuivend om naar 3-4-3 te komen. Maar goed, uiteindelijk raakte Matthijs geblesseerd en moest die eruit. Ja. Je zei net al, Matthijs heeft een hersenschudding. Heb je enig idee hoe lang je niet over hem zou kunnen beschikken? Nee, want hij is in het ziekenhuis. Dat weet ik nu nog niet. Het is te kort dag nog, maar dat horen we morgen. Het leek alsof ze een beetje zonder zelfvertrouwen speelden. En dat is aan jou misschien ook wel een taak om dat terug te brengen. Hoe doe je dat? Ja, zeker. Nou goed, het is natuurlijk zo als je een paar keer slordig bent en dan ziet het er allemaal niet zo goed uit. En dan, we gaan deze week gewoon weer trainen, praten met een aantal spelers en weer aan de slag richting Heerenveen. Want dat zal toch weer moeten gebeuren. En dan moeten we maar als ons punt zetten in een uitwedstrijd. Ja, je zei al, je ziet dat je zelf steeds meer verbetering ziet. Ga je dan deze wedstrijd nog heel grondig analyseren of ga je hem ook... Of wil je hem liever zo snel mogelijk vergeten? Nou, beide. Ik wil hem het liefst zo snel mogelijk vergeten. Alleen, hij zal geanalyseerd worden. En dan pakken we de punten eruit. Alleen, die jongens die zitten ook verslagen in de kleedkamer. Die weten ook hoe het zit. En, dus we gaan individueel mee aan de slag. Als team nog even mee aan de slag. En dan weer het trainingsveld op. Want daar moet het toch gebeuren.